Even terug in Utrecht. Rick Kruis met VVV Venlo als tussenstop op weg naar de play-offs. En daarvan is VVV al zeker de huidige nummer 7 in de keukenkampioendivisie. Op bezoek bij de nummer laatst. Hier het zoeken naar de spits van Jong Utrecht. Mees Rijks, de redding van Ennio van der Gouw. Het is even hachelijk voor VVV, opnieuw Rijks. En nog altijd is VVV niet uit de problemen. Nu wel VVV dat zijn laatste wedstrijd won van de Graafschap. En daarmee zeker werd van de play-offs. Dankzij de winnende goal van Daan Huisman. Daan Huisman overigens in de basis bij VVV. Spelend in plaats van de licht geblesseerde Kees de Boer. Een schotje dat gevaarlijk is van Suleiman Alouche. Het is het eerste wapenfeit van VVV in deze wedstrijd. Kopduel gewonnen door Ketting. Centraal achterin met Dirks. En daar was Braken. Goed keeperswerk van Gadella. Het is goed toeven op Zoudenbal. In de zon. Lekker een potje voetbal kijken. En hier problemen voor Sam Dirks. Is dat een overtreding? Nee, zegt de scheidsrechter. Daarna is er de kans voor Edhard. Maar het wordt dus niet beoordeeld als overtreding. En dus komt er geen strafschop voor Jong Utrecht. Hier komt wel een penalty voor. De hensbal van Boumenjal. Na de voorzet van Alouche. Boumenjal is erg boos op scheidsrechter Kevin Putz. En hij heeft gelijk. Want hens wordt daar niet gemaakt. De bal komt op zijn oksel. Toch de strafschop benut door spits Sven Braken. 13e doelpunt van het seizoen voor Braken voor de derde keer in deze competitie. Trefzeker vanaf de strafschopstip. Volgend seizoen actief in België voor Deinze. 0-1. En dat is niet helemaal onverdiend. Dit is Mitchell van Rooyen, oud-speler van Utrecht. In de slotfase van de eerste helft. Nog dichtbij een doelpunt met het afstandsschot. VVV dus sterker. De eerste drie kwartier. Hier nog een kopballetje. Maar Jong Utrecht speelt niet veel klaar. Overigens zonder Kalesic op de bank. Die ontbreekt vanwege privéomstandigheden. Dan de tweede helft. Met hier bijna een eigen goal. Van Lathouwers. VVV eindigt in dit seizoen als 5e, 6e, 7e of 8e. Niet onbelangrijk met het oog op de play-offs. Daar Braken en wat een enorme kans is dat voor Daan Huisman. Dat had de 0-2 moeten zijn voor de ploeg van Kruis. Ongelooflijk dat de bal er daar niet in gaat. Zo blijft Jong FC Utrecht in leven. Leliendal, Edhard, Linden Edhard vindt het zijnet. Eén doelpunt gemaakt in dit seizoen. Die treffer van Edhard maakte die in september. Daar was invallen Vema. En is dit dan een overtreding? Het wordt genegeerd door scheidsrechter Putz. Geen strafschop voor VVV. Wel een hoekschop. Getrapt door invaller Klaassen. En daar was Mitchell van Rooyen opnieuw. Zo lijkt VVV op weg naar de overwinning. En op weg naar 60 punten. Maar hier gaat het achterin mis. En daar is de bal op de paal van invaller Felicia. VVV ontsnapt aan de gelijkmaker. Tweede helft is leuker dan de eerste. Utrecht ook wel wat aanvallender na rust. Al is dit schot alles behalve gevaarlijk. Toch blijft Jong Utrecht het proberen. Geen vrije trap voor Edhard. En hier het schot van Robert Klaassen. Dit is in de slotfase. Weer VVV. Venema baalt dat hij niet eerder in deze aanval wordt betrokken. En daar bijna Yassar. Na de ingreep van Gadella. Ikeshita. Eliano Reinders. 89e minuut. Edhard. Linden Edhard. Ja, buiten bereik van Ennio van der Gouw. En dan is het alsnog 1-1. En pakt Jong Utrecht toch nog een punt. Tweede treffer van het seizoen voor Linden Edhard. Maar dus wel een doelpunt die goed is voor een punt. VVV eindigt het seizoen als 7.